Hele goedemorgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag woensdag 11 december. Het is nu 9:50. En vorig jaar was ik al onderweg naar het gemeentehuis. Om te trouwen. Maar welkom bij deze gloednieuwe vlog. En heel veel kijkplezier met wat wij gaan doen. En ik heb wat in mijn hoofd. Ik heb het van de week al met Rauw over gehad. Ik had wat gezien op YouTube van Stefan de Vries. En Rauw is er nog nooit geweest. Dus, zeggen. Kijk, blijf kijken. Wil je me even aan het uitdagen? Hey. Ja, met je dikke stut in beeld. Ook goed. Ja. Als je maar niet die kant op gaat. Dan vind ik het prima. Hé, hey, koekoek. Ja, tegen jou. Ja, en jij denkt dat ik dat ga pakken. Nee. Ja, ik kan die kant niet opfilmen. Gaat niet. Nee. Zal ik pakken dan? Nee, zitten. 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 Nee, ga eens terug. Ga eens naar achteren. Zitten. Nee, zit. Ik wil een foto van jou maken. Je bent ook een beetje onrustig ook, hè? Zitten. Zitten. Nee, ik wil een foto van jou maken. Zitten. Ga eens een stukje naar achteren. Zitten. Zitten dan. Ja. En dan blur ik je en gezicht wel. Ook goed. Dan blur ik je gezicht wel. Ook goed. Mooi kopje voor jou zo. Ja, hier, kom dan. Hier, kom hier. En hier is ze de hele tijd al zo wijs mee met dit ding. Gaat niet. Die heb ik jou aangeleerd, hè, zelf, hè. In mijn hand. Nee, in mijn hand. In mijn hand. Pakken. Pakken. In mijn hand geven. Lof. In mijn hand. Lovely. Lovely. In mijn hand. Ja. Nee, dat is in mijn hand. Ik kan een hond zo blij mee wezen met dit. Ja, geven. Nee, rustig. Kom hier, in mijn hand. Lof. Goed zo, zie je wel dat je het kan. Nou, we mogen Roderick feliciteren met zijn contract. Ja. Yep. Ja. Precies. Dus, nou ja, en als Roos zijn werkjas aan hebt, moet het dus gaan bleuren. Ja. Met, en met zijn... met zijn met het naam van het bedrijf. Ja, en logo. En logo. Dus dan weten we dat ook gelijk. En waar we nu naartoe gaan, dat is Hoek van Holland. En de rest zien we straks. Mm. Want zelfs dat weet de Roderick nog niet. Mm. En hij heeft altijd het liefst het. En het touwtje zelf in handen. En nou heeft het dat is lekker niet. Nee. Alleen het is een beetje druk. En Hoek van Holland is nu nog 15 kilometer. Nou ja, ik ga even mee helpen met uitvogelen. Maar dat komt wel goed.
Nou, we staan dus nu bij Hoek van Holland. En we gaan iets betreden. Ja, bunkers. Toch, schat? Ja. Yep. Ja, en Rob mag gewoon wel in beeld. Maar zoals... ja, nee, schat, ik blur het wel. Dat maakt niet uit. Dus, heb je er zin in? Ja. Mooi, nou, dan gaan we. Het is koud en ik doe mijn jas dicht. Lijkt me handig. Ja, anders word ik nog eens een keertje ziek. Dat is niet handig, niet. Nee. Kijk, een mooie betonnen ding. Nou, vind je het spannend om erin te gaan? Nee. Ik kan niet. Oké, mensen, ik ga jullie meenemen. En ik doe even een lampje aan. Zo. Ja. Hup. Dat is heel erg donker, jongens. Kijk, maar nou kan ik wel en de graffiti heel mooi zien. Uh-huh. Kijk. Welke vind je mooier? Deze? Ligt beter op, denk ik. Ja. Zo. Heel veel mensen vinden het hier eng om te zijn. Nachtjes. Ja. Vind je het eng of niet? Nee. Niet, oké. Dat is mooi. Kijk. Nou, dan kun je helemaal die kant op lopen. Nee, en daar kan je inderdaad ook niet verder mee. Zo, kijk. Leuk, hè? Bunker bezoeken, hè? Dat was een steen waar ik op ging staan. Hij ging, kijk, moest kijken naar het licht, zo. Deze is er later ingezet, denk ik wel. Ja, deze is er denk ik later ingezet, ja. Ja. Deze is later ingezet. Zo. Ik heb die vlog van Stefan gezien. Nou, dat vinden mensen dit eng. En vooral 's avonds. Nee, dat is juist leuk. Vooral 's avonds. Echt, hè? Zo. Ergens erin waar je er niet in kan. Ga je mee? Nee? Ja, ik blur het wel, schat. Ik blur het wel. Jammer dan. Ik blur het wel. Met de rat afgelopen. Ja, hier wel, ja.
Je kan nog die kant op. Je kan hier dus niet naar boven. Dit is een oude stoel, volgens mij. Ja, je kan hier nog verder hoor, maar kijk uit voor glas. Ja, glas ook. Ja, je kan hier nog een hele hoop verder hoor, schat. Vergis je niet. Nou ja, verder. Dit was het. Nee, verder als dit kan ik niet. Nee. Hij is dus een deur. Ingemaakt. Zo, ik zit hier lekker bij en bij de steekvliegjes, schat. Zo. Oké, heel lekker hierachter. Ja, maar er zit ook een camera daar volgens mij. Geen idee. Jammer dan. Ja, dat. Dat ook met de lichtsensor. Ja. Nou, dan weten ze gelijk in dat we er zijn. Heel makkelijk in. Jammer dan. Ik sloop niks. Kijk dan nog mooi heen. Ja, doe maar. Dat mag eerder hoor. Ik moet ook even uitkijken waar ik loop. Waar ben jij? Goed. Ja, is het ook. Voor en voor de lucht. Dan kun je nog helemaal die kant op. Nou, eerst die kant op helemaal. Ja. Je had ook even achter mij hier kunnen gaan, hè? Wel bij elkaar blijven, hè? Nee? Dat is groot. Daarom zeg ik al, wel bij elkaar blijven. Vind je het leuk? Leuke verrassing? Met vuurwerk. Ja, kijk uit, twee loopt. Ja, gaat die kant op, oké. Uitkijken. Ja, dat is een heel kleintje. You will. Kijk, en nee, kijk hier. Dat is het leukste. Dat is het leukste. Zit. Ja, genoeg. Dat is het leukste, dit, hè? Ga mee? Ik weet niet eens waar we vanaf komen, maar hier langs. Volgens mij.
Ja, hier langs. Die kant hebben we gehad. Volgens mij hebben wij nog één gang daar niet gehad net. Maar oké. Nou, loop je namelijk weer terug. Naar buiten toe. Voor de nachtjes? Ja, I know. Zo, en dan waren we er weer. Nou, wat je dus hier ziet, zijn zendmasten. Naar mijn informatie, wat ik destijds heb gehoord, is het dus dat deze zendmasten, waar ze dus gingen zenden voor de radio, was dat dus allemaal voor de bunkers. Ja, en voor de antikwal bunkers. Maar misschien kunnen we erbij komen. Ik hoop het. Om wat meer betere plaatjes voor jullie te maken. Zo. Als je nog ergens een keertje naartoe wil. Ik zou zeggen, ga hier ook eens naartoe. Wauw. We proberen daar buiten te komen, maar we zijn hier dus aan het werk. Kijk, kan er in principe naar boven. Het is daar niet afgezet. We zijn bezig, maar dat komt wel goed. En anders rijden we gewoon soms even een stukje om. Toch? Daarom, altijd makkelijk toch? Eet smakelijk. Graag gedaan. Ja, straks. Nou, ik probeer even iets minder Ro even in beeld te brengen, omdat hij dus zijn werkjas aan heeft. Je loopt dus nu allemaal over bunkers heen, hè? De hoogste klim gehad. We mochten naar de overkant. Roderick heeft het netjes gevraagd. Ik denk dat dit zomaar een looppot gaat worden. Over een maand of twee weer komen. Ja, precies. In maart of zo, dan is het denk ik wel klaar. Nou, we gaan even bunkerjacht, jongens. Eens kijken. Want de bomen en takken ze weg hebben gehaald, hè? Nou, je kon dus hier vroeger naar binnen. Maar dat is nou dus niet meer zo. Net als hier. Kon je ook dus naar binnen. Maar dat kan dus niet meer. Want ze hebben het alles waarschijnlijk helemaal volgestout. Kijk. Zonde. Dit is zonde, jongens. Waarom? Why? Bakstenen, zonde. Ik vind het echt zonde.
En dan kom je daar weer uit. Ja, ja, oké. Het is een uitdaging voor mij om naar beneden te gaan lopen. Hè? Huh? Ja, want ik wil daar komen. Ja, dat weet ik. Nou, die is helemaal dicht. Die is helemaal dicht. Nee, want alles gaan ze hier dichtmaken. En daar heb je een camera. Ja, het ook alles weer lekker hier de boel in de gaten. Maar ik heb ook nog een andere plekje. Maar ik moet even weten van waar die ook alweer zit. Dus ik ga even zoeken op hem. Zo. De leuke kleine blokjes. De leuke kleine blokjes die zie je als grote containers op een vrachtwagenoplegger staan. Dan denk je, wat een gevaarte. Met 1, 2, 3, 4, 5. En dat is ook. Ja, ja. Leuk. Kijk dan. Zo. Nee. Levende kerstboom. Je bent leuk. Welkom op de kerstmarkt. Dank u. Zelfs de kerstmarkt van Nederland. Ja, weet ik. Nou, we zijn dus weer bij huis. In de buurt van huis. In de buurt, buurt. We gaan dus nu even lekker een TP halen. Ja, bij Picobello. Joepie. Kijk hoe mooi. Allemaal mooie kerstverlichting. Ja! Yeah.